We staan hier in ons nieuwe huisvesting, de timmerfabriek. De entree, waarbij we eigenlijk alles hebben willen gebruiken van ons vorige onderkomen, de Wiebingehal. Garderobe, onze kantoren, de prachtige bibliotheek, onze medium-sized tentoonstellingsruimte, die we de lieve bijnaam de Vleeshal hebben gegeven. Aan het einde van de gang hebben we een kleinere ruimte die we, ik zal even het licht aandoen, voor lezingen en debatten gebruiken. En het kroonjuweel is de grote zaal hierachter. Hier werden vroeger de nieuwe series van de Sphinx gepresenteerd. Van den Broek en Bakema heeft ooit gezegd van stoel tot stad. En de opgave van de architectuur nu is van molecuul tot sterrenstelsel en alles wat daartussen zit. Kortom, als je laat zien dat je begaan bent met je omgeving en daar ideeën over hebt hoe je dat kunt adresseren in de vorm van een tentoonstelling. Wij proberen onderwerpen aan te snijden die wel degelijk een regionale uitstraling hebben, maar zeker internationale relevantie. Zoals nu een tentoonstelling over informatie en hoe we onze informatie organiseren, een heel actueel thema. Maar een ander project waar ik aan werk met alle culturele instellingen van de Euregio is om een architectuurtriennale in 2015 op te zetten om vraagstukken waar we, nou ja, misschien in termen van mobiliteit of vergrijzing of hoe we dit gebied levensvatbaar houden en in contact met een omliggende landen en met elkaar. Ik denk dat, om toch maar even het Sphinxpark aan te halen, dat we in een fase zijn aangekomen waarin emancipering, zelfwerkzaamheid, participatie een soort springplank kan zijn voor de vragen die je zelf ook zou kunnen stellen. Met andere woorden, welke bijdrage kun je leveren aan je leefkwaliteit, aan dat schaalt natuurlijk ook op om de gemeenschap te maken met elkaar. Er zit een hele cynische achterkant aan. We zijn allemaal de retoriek ook wel gewend van de verzorgingsstaat die nu ten einde is. En ineens moeten we naar die doe-democratie doorontwikkelen. Er zitten allerlei complexiteiten in, maar om het heel concreet te maken, gebeuren er een aantal zaken in deze regio die wel degelijk heel erg hoopvol zijn. Daar zit een grote opgave. Je zou bijna kunnen zeggen van die zelfwerkzaamheid was er bij de generatie, in ieder geval van mijn ouders. Dan heb ik het over net voor en na de Tweede Wereldoorlog waren we natuurlijk ongelooflijk innovatief en zelfwerkzaam. En daar zijn we misschien zaken van terug, moeten we weer terugclaimen. Of niet voor niets is er weer een herwaardering voor de ambacht. Niet voor niets zie je dat mensen weer teruggaan naar het verbouwen van hun eigen voedsel. Maar professioneler gezien, zo'n projectie die de politiek nu legt op de creatieve industrie, daarvan moeten we ons ook de vraag stellen van is er voldoende aan ketengedachten in deze Euregio? Met andere woorden, iemand die gaat naar een academie, hoe kan die doorstromen? Hoe kan die zich ontwikkelen? Waar vindt hij een gesprekspartner? Waar wordt hij gespiegeld? En daar valt ook voor een instelling als de onze een rol te vervullen wat mij betreft. Dat vraagt ook iets van het loslaten van de ambtenaar of inderdaad het toelaten. En je ziet nu dat die vraagstukken aan het schuiven zijn. Dus ieder zijn rol staat niet meer zo in marmer gebeiteld. Dus ook die ambtenaar, dat is niet meer een gatekeeper of de persoon die het allemaal weet. Nee, die moet zich misschien wel doorontwikkelen tot iemand die onderzoekt wat er allemaal wel mogelijk is. En we merken dat deze fase is voor iedereen wat onrustig. Dus wij proberen als culturele instellingen daar incentives, goede voorbeelden, met jong talent prikkels aan te brengen, zodat de boel op zijn minst weer een beetje in gang komt. Welke rol speelt de overheid? Misschien moet die juist wel een stapje terug. Of in ons jargon wordt dat dan vaak waar top-down en bottom-up elkaar ontmoet genoemd. En dat is denk ik de grote vraag van de nabije toekomst. Het is dus niet allemaal zo dat we en masse gaan moestuinieren. En zeker hebben we niet meer het geld om top-down alles te plannen. Maar hoe gaan die twee elkaar ontmoeten? Dat vergt een nieuwe rolverdeling. En daar proberen we, bijvoorbeeld bij een Sphinxpark en nu ook in het Frontenpark, daar proberen we experimenten uit door gewoon weer de vraag te stellen van, hé, wat wil jij nou?
En daarvanuit ontstaan prachtige verhalen. We hebben een bijdrage kunnen leveren aan een sky hive en hebben daar 10 een mobiele imkerpaal en hebben daar 10 stadsimkers bij kunnen opleiden. Mensen die zich realiseren dat de bijenpopulatie, als het zo doorgaat, er heel slecht voor staat. En die staat er slecht voor, maar als het zo doorgaat is het einde oefening. Maar ook een gebied als deze, waar wij nu in zitten, een timmerfabriek, met op termijn de Lumière hiernaast en de muziekgieterij. Dat is een gebied waar we met elkaar ook proberen te kijken van wat kan een plek in Maastricht anders zijn dan nou, alles in en om de Maas. Dus met andere woorden, kan die stad zich ook differentiëren? Kan die zich anders ontwikkelen dan de manier zoals die dat tot op heden heeft gedaan? Welke andere vormen van samen kunnen we organiseren? En er zit misschien een valkuil in het zo bij de burger neerleggen. Want ik denk dat we ook nogmaals onze organisatie van de maatschappij zo moeten inrichten dat die burger er dan ook echt iets aan heeft. Dat hij zich betrokken voelt. En dat hij ziet dat er iets met zijn plannen gebeurt. En dat het niet zo mag zijn dat iemand heel veel energie ergens in steekt. En dat het dan vervolgens in een soort valse narratief eigenlijk wordt afgedaan. Het is een bijkomstigheid van de crisis natuurlijk. Die schaarste is niet alleen maar een economische schaarste. Dat is misschien ook wel een soort mentale schaarste geworden. Nu niet al te zeer ingaand op allerlei zingevingsvraagstukken. Maar nou ja, je kunt je wel de vraag stellen of het individualisme van nu nou ja, nog wel in staat is om collectieve doelen met elkaar te gaan bewerkstelligen. Ik denk dat het heel interessant kan zijn dat wij in deze regio ons de vraag stellen welk soort Europa willen we inrichten. En hoe doen we dat met elkaar? En wat betekent dan een grens? En wat betekent dan een culturele identiteit? Misschien hoor je wel eerder bij een regio dan dat je bij een land hoort. Ik weet het niet. Ja, dit hele begrip nieuw vind ik eigenlijk best wel problematisch. Inderdaad, de jaren 60, 70 kenmerken zich natuurlijk bij uitstek dat we losbreken uit allerlei systemen. En daar ligt een mer à boire. En er is natuurlijk ook die end of history als artikel van Fukuyama, waarin hij stelt van er is helemaal niets meer nieuws te bedenken. Of het einde van de geschiedenis. Ik persoonlijk, in antwoord op jouw vraag, wat is de rol van de kunst? We zijn hier een architectuurinstituut toegepaste kunst, maar toch. Dan zou ik willen zeggen het adresseren van de juiste vragen. En of die nou nieuw zijn of dat we hem voor de 10e keer herhalen, dat vind ik minder relevant. Maar de vragen die bij deze tijd horen. En wat je ziet dat er gebeurt op dit moment is misschien niet zozeer nieuw als criteria, maar wel differentiatie. Begrippen als transdisciplinariteit zijn nu echt heel erg mogelijk. Maar je kunt je dan de vraag stellen van zou je niet heel diep in een professie moeten zitten om überhaupt transdisciplinair aan relevantie te kunnen bijdragen. Een ander nieuw of een verandering is dat de enorme rijkwijde eigenlijk van die professie. Van promoverende kunstenaars tot mensen die met wetenschappers samenwerken. Maar goed, daar kunnen we ook van denken, is dat nou zo nieuw? Als we, weet ik het wat, ik denk niet iedere dag aan de goede man, Leonardo da Vinci, voor ogen houden. Met andere woorden, iemand die voorbij één discipline durft te denken, maar durft te kijken naar een maatschappij en daar de juiste vragen of de juiste projecties op los durft te laten.